maar ik heb weer een nieuwe week vlog. Dus vandaag maandag. Vandaag ben ik dagje vrij. Dus ja, ik ga vandaag ook gewoon was ophangen. Maar ik ga verder geen andere dingen doen. Dus ja, chillen. Maar dat is het voor vandaag. Morgen moet ik weer werken. Woensdag ook. Ja, het zijn we allemaal wel. Worden dinsdag, woensdag en vrijdag zijn op zich wel korte diensten. Maar donderdag en zaterdag, vooral zaterdag, zie ik altijd tegenop. Het is gewoon 8:15 tot 4:15. En ja, ik vind het gewoon een kut tijd. Ik vind het te lang. En die week daarop moet ik van 8:15 tot 5. Dus ik dacht, oh, 4:15 is niet lang genoeg. Dan deel ik lekker tot 5:00 in. En dat is mijn manager er ook. Dus dan moet ik wel. Want ja, als mijn manager er niet was geweest, dan had ik gezegd, yo jongensje, ik ga dan door. Maar dat kan dus nu niet, want ja, zij heeft dan natuurlijk altijd nog de eindzegging. Ook al staat zij niet achter de balie, dan nog heb zij het eindwoord voordat ik naar huis mag. Dus ja, snap ik ook wel. Maar als het rustig is, wat doe ik er dan? Maar goed, dat is een probleem voor volgende week. Morgen gaan we sushi eten. Hebben we besloten. Dus dat is wel chill. En ja, dat eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik nu wilde bespreken met jullie. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Dus vandaag dinsdag. En vanavond moet ik werken van 2 tot 6:30. En vanavond gaan we sushi eten. En ik ga zo beginnen met een what I eat in a day. Dus ja, dat. Is eigenlijk ja, wat ik vandaag moet. Zeg ik had eerst een jurkje aan, maar dat zat echt niet goed. Dus ja. Die ga ik ook niet meer aan doen, want dat was echt een beetje kort. En dat wist ik al wel, maar ik had hem echt nog nooit aangehad. Maar nu dacht ik, als ik nu één keer mijn been verkeerd beweeg, dan scheur ik er of uit. Of iedereen ziet mijn beel. Dus vandaar dat ik dacht, ja, dat gaan we eventjes niet meer doen. Dus dat. Helemaal weer een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en vandaag werk ik van 6:30 tot 9:45. Dus het zal weer baliedienst zijn. Dus ja, dat eigenlijk. Valt eigenlijk denk ik wel mee. Het is nu sowieso ook vakantie. Dus dan is sowieso al. Het was al minder druk, maar door de vakantie is het nog minder druk. Dus ik ben very benieuwd. En ja, de sushi was gisteren heel erg lekker. We hadden ook 2 nieuwe sushi rolls getest. De California Ewi was wel lekker, maar niet bijzonder. En de Crunchy Roll Vega. Ja, dat was ook wel lekker. Maar het was vooral veel zachte vulling. Dus je had niet echt een crunch. En hij zat er wel uitjes op. Maar ja. Goed, dat was eigenlijk het enige. Oh ja, hadden we nieuwe Nikiris. Maar dat vond ik ook niet zo. Dus dat gaan we volgende keer niet meer doen. De rest is het gebruikelijke. Dus gyoza, ebi, fry, lumpia's. En eigenlijk altijd nu tegenwoordig dragon roll. En de crunchy roll met de crunchy onion roll. Dus met de gefrituurde uitjes op. En we doen standaard tegenwoordig ook altijd de kleintjes. Dus de komkommer, ei, avocado doen we dan. En nu had ik dus twee nieuwe rollen erbij gedaan. Plus ieder twee nieuwe nikiris. Maar dat hebben we dus niet. Ja, dat hebben we wel opgegeten, maar dat was niet zo geslaagd. En ik had er een blikje sprei bij. Maar mocht je dat allemaal willen zien, wat ik nog meer allemaal heb gegeten, moet je eventjes maar wat de eating day kijken. Die is 20 juli online gekomen. Dus dat. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Zoals je kan zien ben ik net wakker. Ik zie allemaal vogeltjes buiten die aan het eten zijn van onze voederplaatsjes. Maar goed, daardoor was ik ook even afgeleid. Maar goed, ik ben dus net wakker. Dus ik zie je waarschijnlijk ook wel aan mijn ogen. Ik ben echt gelijk toen ik mijn wekker ging uitgegaan als ik ga snoezen. Komt het niet meer goed bij mij. En dan krijg ik in de winter een hele erge winterdip. Dat had ik voorheen altijd. Omdat ik dacht, oh, 5 minuten lang kan wel. Dat gaan we nu dus eventjes niet meer doen. Dus vandaar. En dan hoop ik dat de winterdip minder erg wordt. Maar goed, anyway. Vandaag moet ik werken van 2:30 tot 6:00. Een baliedienst, want dat heb ik al bekeken. Maar overdag is dat best wel druk. En mijn leidinggevenden zijn er ook gewoon. Dus komt vast goed. En
Ja, dat eigenlijk. Gisteren ging het ook prima. Was wel een beetje druk. Maar ja, dat eigenlijk. Verder niet zoveel bijzonders te melden. We hebben sinds kort een airfryer, dus het moet een beetje wennen. Hoe en wat. We hebben nu één keer beter garnituur uitgegeten en één keer gewoon friet. Maar ik vind het echt top. Maar sommige van huis moeten er nog een beetje aan wennen. Maar goed, dat is het voor vandaag alweer. Doei! Helemaal welkom bij weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en vandaag werk ik van 2 tot 5:30. Ik wilde bijna van 5:30 tot 2 werken, maar dat kan niet. Dus van 2 tot 5:30 werken. Geen idee wat de dienst het is. Degene van de baling gaat om 2:30 weg en daar hebben we niemand meer. Dus ik ben very benieuwd, zoals weet ik dat het zegt. Maar goed, dat. Ik zit er dus aan te denken om een camera te kopen. Maar zeg maar, ja, wel gewoon een beginnerscamera uiteraard. Ik ga niet gelijk een camera van 800 euro kopen, want ja, nee, dat gaan we gewoon eventjes niet doen. Maar dat ga ik uiteraard pas doen als mijn nieuwe salaris er is, maar dan heb ik al een probleem. Het editen duurt dan te lang. Tenminste, langer. Want voorheen deed ik het tot via mijn telefoon. En ik heb natuurlijk wel vakantievideo's tegen de tijd die online moet komen. Dus ik zat te denken om, ja, hoe ga ik dat doen? Want ik ga niet mijn laptop meenemen op vakantie. Kijk, video's die echt binnen nu en 2 dagen online moeten, moet ik dan met mijn telefoon filmen voor de vakantie. En de video's die wat langer kunnen wachten, kan ik wel de camera doen. Want die kan ik dan toch thuis nog even editen voordat het echt online moet. En die weekendvlog voor de Efteling en die wat er iets in het weekend moeten gewoon voor die tijd wel online moeten zondag en dinsdag online staan. En dinsdag ben ik al weg voor de volgende vakantie. En dan heb ik sowieso al heel slecht wifi. Want ik zit op een camping met allemaal bossen en zo. En gewoon skeer. Dus kan ik niet echt lekker. En dus die video zal ik waarschijnlijk nog. Kijk, de Wat Hij Eet in het weekend. Die komt denk ik die week daarna dinsdag online. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik heb wel een planning voor mezelf gemaakt. Maar ik moet nog even kijken wat nou ook weer het handigste is. En dan de losse video's film ik vanaf dan met mijn camera. Alleen ik zit te denken. Sowieso de meeste video's in de Efteling komen ook op TikTok. Dus de weekendvlog, de Wat Hij Eet in het weekend. Ik ga zelfs nog een keer bij de buurt mee opnemen 2 keer. Dus ja, die film ik sowieso dan met mijn telefoon. Want ja, ik ga niet voor TikTok met mijn camera filmen. Dat vind ik dan sowieso een beetje verbodig. Dus dat. Ja, mijn telefoon vind ik niet zo leuk meer. Mijn telefoon zit elke keer bijna vol. En dan moet ik heel veel video's die ik wel wil bewaren verwijderen. En dat vind ik gewoon jammer. Dus vandaar. Kijk, nu kan het nog wel. Ik heb nu nog 40 minuten. Nou, met deze minuut eraf 38. Dus in principe kan ik wel een heel weekend filmen. Maar ik wil dus ook nog 2 andere video's opnemen. Kijk, die komen pas de week. 2 weken daarna online. Dus dat kan wel. Dus dat. Maar goed, dat hoor je tegen de tijd wel. En dat zien we tegen de tijd ook allemaal wel. Maar goed, dat is wel iets waar ik over nadenken ben. Goed, voor de rest niet zoveel bijzonders. Ik heb gisteren toch een rare film gezien, jongens. Hij heet The Pledge. Staat op Videoland. Heel slecht geacteerd. Het was net alsof een vriendengroep dacht: hé, hey, joh, laten we een film gaan maken. Het hele ongemakkelijke stiltes in. Die hadden ze ook wel makkelijk weg kunnen knippen. Of in ieder geval een muziekje eronder gedaan. Want het was nu echt gewoon. Ze praten. Het was stil. Geen eens een achtergrondmuziekje. Het was gewoon echt stil. Ja, sorry. Maar ik weet niet welk jaar die film van was. Maar het was gewoon echt heel slecht geacteerd. Zelfs ik had het nog beter gedaan. Maar echt zonder grappen. En de film was gewoon. Hij was wel vrij luguber of zo. Het was best wel. Je moet wel zo'n stikke geest hebben. Wil je dat soort dingen gaan doen? Maar Pledge is natuurlijk ontgroene. En die ontgroening was best wel erg. Ik heb het einde niet eens goed meegemaakt, want ik was met hele andere dingen in mijn hoofd bezig. Nou ja, het was gewoon slecht. Ik kan er niks beters van maken. Maar goed, anyway, voordat mijn telefoon op slag echt vol zit, dit is het voor vandaag. Helemaal welkom bij weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en vandaag moet ik van 15:15 tot 16:45 werken. Ik vind dat soort dingen altijd zo kut. Het duurt altijd zo lang. Maar ja, goed. Er wordt grootse drukte verwacht vandaag. Dus ja, we gaan het zien.
Ja, dat was natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Het wordt vandaag grootste dat ik te verwacht. Ik denk het niet. Maar ja, ik ben er meestal sceptisch over. En uiteindelijk blijkt het best wel heel erg leuk te zijn. Maar goed. Ja, ik ga maar zien wat ik de hele dag ga doen vandaag. Anyway, ik overleef het uiteindelijk wel, joh. Uiteindelijk zat er thuis een koud redbulletje op mij te wachten. En denk ik, yes, ik heb het gehaald. Maar goed, anyway, ik moest daarna ook nog de winkel in. Want mijn moeder had iets nodig. En dan dacht ik, ja, dan ga ik net zo goed even bij de outlet hoek kijken. Want er zijn heel veel dingen nu in de, ja, dingen die gewoon daaruit gaan en niet meer terugkomen in het hele assortiment. Dus daar wilde ik wel even tussen kijken. Is niet goed voor mijn portemonnee, maar ja, don't give a fuck eigenlijk. En eigenlijk wilde ik ook nieuwe schoenen kopen, want die zijn in de aanbieding. Deze folder. Maar dat kan ik ook over 2 weken doen, want hij loopt nog 2 weken. Dus op zich hoeft het niet per se vandaag. Maar als ik nou eerder weg mag vandaag, dan denk ik niet. Maar ik hoop het wel. Dan ga ik dat eventjes doen. Dan heb ik gelijk een goed excuus om eventjes nieuwe schoenen te kopen. Maar goed, anyway. Ja, dat. Ik heb er echt geen zin in. Maar dat was denk ik al wel duidelijk. Maar goed, laatste dag deze week. En dan woensdag pas weer. Yes. Kan niet wachten. Eindelijk een lang weekend. Dat is echt zeldzaam om een heel weekend, sowieso om 1 dag in het weekend vrij te zijn. Dat staan 3 dagen achter elkaar. Nee, dat moet echt in de krant als ik 3 dagen achter elkaar vrij ben. Dat is echt tegenwoordig heel zeldzaam. Ik ben of alleen zondag vrij, of zaterdag zondag, maandag vrij, dinsdag weer beginnen. Maar nu gewoon 3 dagen. Het is me gegund een keer. Goed, anyway. Ik ga maar gauw ontbijt en zo maken. Want anders kom ik weer veel te laat. Dat moeten we niet hebben. Dus ja, dat. Helemaal ook weer een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en vandaag ben ik vrij. Ik wilde vandaag eigenlijk was vouwen, maar dat ga ik morgen doen. Dus ja, dat. Dat is het voor vandaag. Ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen. Maar goed, ja, ik wist niet meer wat ik wilde zeggen eigenlijk. Waarschijnlijk gaan Sonja en ik vandaag weer opnieuw met de Last of Us beginnen. Maar hoopt een beetje vanaf wat ze nog steeds wel echt zin heeft daarin. Dus ja, dat. En dan mag ik ook bij deze de weekvlog afsluiten. Ik ga toch maar wel vast vandaag mijn was vouwen. Ik ben toch in de wasmoed. Sorry, kijk me klaar, je bent niet goed. Maar goed, anyway, Sonja, zeg je ook even doei. Zwaaien. Doei, tot de volgende week vlog of andere video. Ik heb het goed in de